Ja, als ik zeg Timber, Deelroossoen, Kukcu. Wat zeg jij dan? Ja, het liep vandaag. Uh, het middenveld liep vandaag, dus uh, dan is het fijn. Uh. Ja, en nummer 10 voor jou. Was dat nieuw of uh, het zag er niet zo uit namelijk? Nee, nee, nee. Uh, vorig seizoen, uh, tweede helft van het seizoen, uh, heb ik bijna alle wedstrijden op 10 gespeeld. Dus nee. ja, het was niet nieuw voor me. Nee. <laughs> het voelde ook heel goed, denk ik. Tenminste, zo zag het eruit voor ons? Ja, het voelde goed. Uh, natuurlijk, het uh, team speelde een goede wedstrijd. Uh, en dan is, het, dan, ja, dan is het niet moeilijk om uh, een goede wedstrijd te spelen. Nee. En we weten natuurlijk dat jij goed kan aanvallen, hè, dat je kan scoren, dat je bepalend kan zijn. Maar ik zag ook een paar hele goede verdedigende acties, zeker in de eerste helft. Ja, ja, zeker. Uh, ja, als team is het belangrijk dat iedereen elke speler zijn defensieve taken uitvoert. En uh, Ja, ik, ik, ik ben niet anders dan dat. Nee. Nee. En wat betreft het creëren van kansen, dat ging ook vandaag aardig. Hoe was dat voor jou? Want het zet is toch anders als je op 10 staat dan als je op linksbuiten staat, waar je normaal staat. Ja, zeker. De trainer uh, gaf me gewoon uh, goede taken vanuit, van uh, voor de wedstrijd uh, uit. Uh, waar ik me op moest focussen, en uh, dat was makkelijk voor mij, dus het uh, was niet moeilijk. Ik zag ook een paar keer Cuxjay, uh, die is natuurlijk aanvoerder. Als jullie, jij en Tim er dan vooruit. Het was best wel fanatiek schreeuwen van dat terugverdedigen. Hoe zit dat in die communicatie als jullie met z'n drie op het middenveld staan? Nee, ja, communicatie is het denk ik het belangrijkste van, uh, van het middenveld uh, tijdens de wedstrijd. En uh, Coxie is uh, de laatste man en dan, die ziet het hele veld voor zich en dan is het aan hem om ons te coachen. Ja, dan Wil ik ook nog even over de goals hebben, want die eerste geef je lekker mee en Coxie denkt nou lekker assistje voor Javaro. Ja, ja, thanks. Ik, ik dank hem daarvoor. Ja, een uh, assist erbij is dus dat is wel, wel lekker. Ja. Ja, en dan die tweede. Uh, ik heb jou eerder horen zeggen dat je de goal of the man wil winnen van augustus. Voor die goal met uh, Vitesse. Voor september moet je er nog eentje gaan maken, denk ik. Want deze ga je niet winnen. Nee, zoals ik al zei, goal is a goal. Dus alle goals stellen. Dus het uh, maakt niet uit hoe die erin gaat, als hij er maar in gaat. Ja, dan moet ik je even vertellen. Morgen gaat, gaan de mensen kunnen stemmen. De Legioen op de goal of the man. Dus ik weet niet of je nog een oproepje wilt doen aan ze. Uh, ja, gewoon uh, stemmen op de mooiste goal. Maakt niet uit, het hoeft niet van mij te zijn. Maar gewoon op de mooiste goal. En wie weet is die van mij. En dan even vooruitkijken naar donderdag. Er zat een hele mooie wedstrijd op het programma. Hoe, hoe leef jij daar naartoe, naar zo'n wedstrijd? Uh, ja, natuurlijk. Eerste wedstrijd verloren, dik verloren. En uh, dan is het uh, belangrijk om een tweede wedstrijd gewoon te winnen. En een uh, goede wedstrijd neer te zetten, voor de fans ook. Maar ook voor onszelf. Dus uh, daar moeten we ons nu gewoon uh, heel goed op voorbereiden. En dan uh, focus op donderdag, ja. Geen straf als jij weer op tien staat, denk je? Nee, zeker niet. We zullen zien waar de training zit. Dankjewel man.